In de Ganzenveer in Helmond is zometeen eigenlijk de presentatie van een mooi klein boekje. Mijn haku's. Ja, Romeintjes, wat is dat? Haiku's, dat is een Japanse dichtvorm. Die bestaat uit 3 versregels. En de eerste versregel bestaat uit 5 lettergrepen. En de tweede uit 7 lettergrepen. En de derde uit 5 lettergrepen. En die is eigenlijk ontstaan heel vroeger in Japan. En daar heb ik dus nou iets mee gedaan, omdat dat een hele mooie vorm is voor mij om tekst te schrijven en de dingen te vertellen die ik graag te vertellen heb. Maar dat is hebben wel leuk, hè? Want normaal gesproken, je hebt een gedicht. En een gedicht, dat is of het rijmt op regelen, of het gaat om de 5 regels. Dit is heel iets anders. Dit is inderdaad iets anders. Ik ben ook zo vrij geweest om niet de klassieke vorm te doen, zeg maar. Want dat betekent dat je ook nog met een plot moet werken, et cetera. Maar ja, ik heb ervoor gekozen om het naar mijn hand te zetten eigenlijk. En omdat deze vorm heel associatief werkt ook, dus ook met taal, kun je ook makkelijk taalgrappen maken. En het leuke van een haiku is dat het zo kort is dat je jezelf ook moet beperken. En eigenlijk meteen to the point moet komen. Ja. Maar dat is wel leuk, want doe je het dan in het Limburgs dialect of toch gewoon in het Nederlands? Nee, dat doe ik in het Nederlands. De achtergrond voor mij is inderdaad Limburgs, want ik kom uit Venlo. Ik heb wat omzwervingen gemaakt naar Weert en ik heb heel lang in Tilburg gewoond. En sinds 20 jaar woon ik in Helmond. En de taal van Helmond, want niet dat hij tegen het Limburgs aanschuurt, maar die vind ik zelf ook heel mooi. En ja, eigenlijk zou ik het als een uitnodiging moeten zien om ook een keer in Helmonds misschien wel haiku's te maken. Ja. Want even voor onze kijkers, onze luisteraars, zo'n haiku. Kan je er bijvoorbeeld eentje voorlezen die je in jouw boekje hebt staan? Ja, dat kan ik zeker doen. Ik zal even kijken. Nou, weet je wat? Ik zal het geboortejaar nemen. Pagina 63. Nou, kijken we eventjes naar pagina 63. Heel belangrijk, want dat is ook wel zoiets, het geboortejaar. Vertel. Ja, dat heeft te maken met dat ik toch een soort... want dit is een droom die uitkomt, dat boekje. Want ik doe het vooral voor mijn plezier. Maar ik wilde eigenlijk voor mijn 60ste zeg maar een boekje uitgeven. En niet wachten tot ik met pensioen ben en dan alle tijd nemen. Wat trouwens ook best wel lastig was, want het kost stiekem heel veel tijd. Maar ik heb een mooie selectie, denk ik, gemaakt uit een aantal jaren dat ik haiku's schrijf al. Laat eens horen hoe zo'n haiku klinkt. Ja, dat doe ik. En een haiku moet je dus 2 keer voorlezen. Dus dat zal ik dan ook meteen doen. Ja? Komt-ie. Zachtjes in de wind hangt mijn hart aan waslijn tot het verdriet verdroogt. Zachtjes in de wind hangt mijn hart aan waslijn tot het verdriet verdroogt.